bij de bespreekstukken agendapunt 7. Het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Catharinastraat 4749 Wellerlooi, oftewel het Luxke. Het is geagendeerd op verzoek van de VVD, dus ik geef de heer Pekema als eerste het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, op de agenda inderdaad het bestemmingsplan Catharinastraat 4749, beter bekend als Luxke. Nogmaals willen wij melden dat wij de initiatieven in Wellerlooi zeer waarderen en hopen dat het ook allemaal lukt. Maar wij hebben er ook vraagtekens bij en we hebben ook met de commissie al het een en ander gemeld hoe wij daartegen aankijken. Allereerst toch een punt wat wij kwijt willen. In het bestemmingsplan en het rapport van BRO wordt ook gesproken over moet je nu ook een financiële haalbaarheid onderzoeken, ja of nee. En zij komen tot de conclusie dat dat niet hoeft, verwijzen daarvoor onder andere naar de bijlagen. De bijlagen is bijvoorbeeld het jaarverslag 2014 en daar is inderdaad in te vinden een exploitatieoverschot 2014 van een dikke 4600 euro. Prima, hartstikke mooi. Maar als je dan verder het stuk leest, dan kom je daar toch in tegen dat in de exploitatierekening 2014 in het resultaat een aantal zaken zijn meegenomen. Zoals een eenmalige compensatiebijdrage van de gemeente van 5000, een andere eenmalige post van 2000, een eenmalige post van, kortom, een aantal eenmalige posten. En als je die eenmalige posten uit die exploitatie haalt, want tenslotte is het maar eenmalig, dan is het niet 4600 euro plus in 2014, maar feitelijk 5000 euro min in 2014. Dus wij maken ons als VVD in ieder geval wel zorgen over van, is dit plan nu wel haalbaar op lange termijn? En vaak vragen wij toch bij ondernemingen, semi-ondernemingen die een bestemmingsplanwijziging willen van, hoe ziet uw lange termijn exploitatie eruit? Is dat inderdaad haalbaar? Maar buiten dat, nogmaals, wij hopen van ganse harte dat het uiteindelijk allemaal wel zal lukken. Aan de andere kant hebben wij wel moeite met zoals de insteek nu is. En u zult begrijpen dat wij duiden op de inspraak ook die er geweest is en de zienswijzenota van Horeca Nederland. Die een aantal argumenten hebben aangedragen die ons ook wel aanspreken. Met name voor wat betreft de horecavergunning. Wat ons betreft is het Luxke, en ik weet niet wie er anders over zou denken, Luxke is bedoeld als gemeenschaphuis voor de inwoners van Wellerlooi. En in het kader van paracommercialisme moet voorkomen worden dat gemeenschapshuizen verworden tot commerciële horecaondernemingen, waar dan ook de overheid nog eens een keer op de een of andere manier aan mee betaalt. Het stichtingsbestuur van het Luxke die draagt uit dat zij slechts een gemeenschapshuis voor de inwoners van Wellerlooi willen. Prima, dat vinden wij ook. Gevestigde horecaondernemers in Wellerlooi die willen niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering door gesubsidieerde instellingen. En het is dan ook lovend dat er een convenant is gesloten tussen enerzijds de stichting bestuur van het Luxke en anderzijds de horecaondernemers in Wellerlooi, waarin ze dat eigenlijk ook hebben geprobeerd te verwoorden van zo gaan wij dat doen en dan hebben wij ook geen last van elkaar. Sterker nog, dan zijn we een aanvulling op elkaar en dat is alleen maar goed voor Wellerlooi. Maar dan komt het puntje, een convenant wat je sluit is hartstikke mooi, maar het heeft geen juridische basis in de toekomst. Als men zich niet meer aan het convenant wil houden, dan zou je een probleem kunnen krijgen. En als wij nu dan toch bezig zijn met het vaststellen van een bestemmingsplan die dat allemaal regelt, dan is het natuurlijk feitelijk een uitgelezen kans om nu in dat bestemmingsplan dat convenant wat beide partijen hebben gesloten te verwoorden. En dat zouden we simpel kunnen doen door te zeggen van het hele bestemmingsplan zoals het er staat, zo zou dat vastgesteld kunnen worden. Wij merken alleen op dat als er horeca is, dat kan vallen. Horeca 1 en horeca 2, maar geen horeca 3. Als we dat vaststellen, dan kan ik me niet voorstellen welke partij daar ontevreden mee zou kunnen zijn. Hebben we alles afgelicht en kan men hard aan de slag om dat te verwezenlijken in Wellerlooi. We hebben daarvoor een amendement voorbereid, maar ik hoor graag eerst de reacties. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie Kern. Ook de eerste termijn, de heer Kamps. Nou, Kern
zo zult u begrijpen, is erg tevreden met het bestemmingsplan zoals het voor ligt. En wat kern betreft kan dit ook ongewijzigd zo vastgesteld worden als reactie op het betoog van de heer Pekema. Zou ik graag willen voorstellen, misschien kunnen we ook een mondeling abonnement doen. Of een voorstel doen, of misschien gieten we het in een motie, moeten we dadelijk maar eens kijken. Maar als de heer Pekema concludeert dat de exploitatie van het Lukske niet uitkomt, misschien kunnen we dan voorstellen om een jaarlijkse structurele subsidie van 7.500 euro te verlenen aan het Lukske, waarmee het Lukske denk ik by far nog het allergoedkoopste gemeenschapshuis is in onze gemeente Bergen. Moeten we maar eens even over nadenken of we dat moeten gaan voorstellen. Ja, voorts het verhaal rondom de horecacategorie waar het onder moet vallen. Nou, daar zijn we in de commissie ruimschoots op ingegaan. En wij staan gewoon voor om dit in deze vorm te gieten. En ook gewoon horeca 3 daar te laten gelden voor het Lukske. We hebben daar uit en daarna toen ook besproken van tot dat ook al heel wezenlijk is in verband met het verdienmodel en uiteindelijk om de exploitatie rond te krijgen, maar ook vooral om de gemeenschapszin in het Lukske toch te blijven handhaven. Want stel je voor dat een fanfare daar nog geen pilsje meer kan drinken of een KBO-vereniging daar nog niet eens een festiviteit met een biertje kan organiseren. Voorzitter, interruptie. De heer Pekema, interruptie. Ja, korte vraag aan meneer Kamps of hij weet wat horeca 1 en 2 inhoudt. Daar waar hij roept van, dan kan de fanfare geen biertje meer drinken. Ik neem aan dat hij bekend is met horeca 1 en 2, dat dat dan dus wel kan met een kopje koffie en een biertje. Dus dat het daar horeca 3 niet voor nodig is. Nou, maar voorts festiviteiten die er zijn vanuit een carnavalsvereniging, et cetera, et cetera. Het belemmert gewoon een gemeenschapsvoorziening in hun hele bestaansrecht. Nou, daar kiezen wij niet voor. Ja, vervolgens haalt u ook nog aan van goh, het gaat hier om een gesubsidieerde instelling. Nou ja, we hebben ook nog een gesubsidieerde instelling in Wellerlooi. Ik weet niet of die aangesloten zijn bij Horeca Nederland. Maar die is ook is onlangs geopend. En nou ja, als je praat over een gesubsidieerde instelling, dat is dan praat ik over Taste & Go. Nou, die zijn door de stichting Doen zijn die gesubsidieerd met 50.000 euro. Me dunkt, mooie subsidie. Ik lees in een college besluit tot er nu ook weer 7.500 euro voor een pilot klaar ligt. Nou, ik denk van als je het hebt over gesubsidieerde instellingen, met welke voorzieningen hebben we hier te maken in een dorp als Wellerlooi? Volgens mij moeten we dit op deze manier niet willen. Denk ook slecht voor een gemeenschap als Wellerlooi, dat je op deze manier toch ook vooral een stuk verdeeldheid zaait in een dorp. Nou, dat moeten we niet willen. En daarom staat kern volmondig achter deze bestemmingsplan, dit bestemmingsplan zoals het nu voor ligt. En ik hoop van ganse harte tot het vol enthousiasme ook weer opgepakt wordt, zoals er steeds gewerkt wordt. En tot het verder ook niet gefrustreerd gaat worden door weet ik veel welke partij. Ik zou dat heel jammer vinden. Dank u wel. Dan ga ik naar het CDA, de heer Straatman. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het al uitgebreid gehad over dit onderwerp in de commissie. En toen was voor het CDA eigenlijk al duidelijk van, nou, welke hindernissen liggen hier nog? Je kunt ze dus gaan zoeken en gaan veronderstellen dat die in de toekomst misschien komen. Maar hoe hard zijn die? Maar wat ons eigenlijk het meeste, ik vind het mooiste voorbeeld eigenlijk van burgerparticipatie zoals dit gelopen is. De burgers hebben meegedacht, wat de gemeente ook iedere keer vraagt van laat de burgers meedenken. En daar hebben ze hier goed gebruik van gemaakt, die stichting. En ook, dan wil ik eigenlijk ook gelijk een pluim uitdelen aan alle mensen die aan dit project meegewerkt hebben. Zowel de stichting als ook hier de gemeente die erin zo heeft meegedacht. Dus voor ons is het geen enkel probleem. Voor ons is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dan kijk ik naar de PK, de heer Valks. Dank u wel, voorzitter. Als vierde spreker daar eigenlijk weinig meer aan toe te voegen.
Ook wij kunnen volledig meegaan in het voorstel zoals dat voor ligt. We kunnen natuurlijk van allerlei redenen gaan bedenken waarom dat het mis zal gaan of mis zou kunnen gaan. Uiteindelijk zal van een van die redenen in de toekomst waarschijnlijk zo'n verhaal wel uitkomen. Maar dat heb je nou helemaal met die dingen. Als je negatief denkt, dan het rare daarvan is, of het feit daarvan is, dat die mensen op enig moment gelijk zullen krijgen. Maar daar moeten we niet van uitgaan. We moeten uitgaan van het positieve. En we hebben ook gewoon gezien dat het dorp Wellerlooi, hoe het achter het plan staat, hoe het gedragen is. De heer Straatman gaf het al aan, het is eigenlijk een voorbeeld van burgerparticipatie. Nou, daar sluiten wij ons helemaal bij aan. En wat ons betreft horeca 1, 2 of 3. Zoals het voor ligt vinden wij het prima en het moet gewoon gelijke kansen krijgen met alle multifunctionele centra in de gemeente. Dank u wel, dan kijk ik naar wethouder Buiten. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank voor de brede steun die ik voel voor het voorstel met de opmerkingen van de VVD. Daarop antwoorden, er zijn eigenlijk twee vragen overgebleven, denk ik, of een opmerking en een vraag. De opmerking gemaakt over de financiën en de onderbouwing van de continuïteit van dit initiatief. Ja, wij hebben naar die financiën gekeken, niet alleen naar 2014, maar ook naar de toekomst en de onderbouwing van de financiële toekomst van het project. En daarbij hebben wij vastgesteld dat er sprake is van voldoende continuïteit. Garanties gaat niemand verlenen. Maar ik heb het destijds in de commissie ook vergeleken met ondernemingen, waarbij we planologisch wijzigingen toepassen en naar de continuïteit moeten kijken. En op een gegeven moment ook vertrouwen moeten hebben in het initiatief. Wij ontlenen in aan de cijfers in ieder geval het vertrouwen dat er een toekomst is. Dan praten we over de paracommercie. En het bestemmingsplan en de vraag of horeca 1 of 2 voldoende zou zijn in plaats van het voorgestelde horeca 3. Waar ligt wat juridisch vast? In het bestemmingsplan worden met name ook activiteiten geregeld die er plaats kunnen vinden. En dat zijn ook grootschalige activiteiten. En bij grootschalige activiteiten hoort horeca 3. Hoort horeca 3 als je kijkt naar de paracommercie, dan hoef je dat niet per se te regelen in een bestemmingsplan, maar kun je dat ook regelen in een horecavergunning. En met name, juist in dit geval, is in de horecavergunning de paracommercie geregeld. Dus wij zien geen enkele aanleiding om het voorstel in die zin te wijzigen. En voor het overige, nou ik toch aan het woord ben, burgemeester, zou ik graag de werkgroep Het Luxke donderdag bij de pitch in Rotterdam heel erg veel succes willen wensen. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Pekema voor de tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Het is duidelijk hoe er over gedacht wordt. We willen toch wel even op een aantal zaken reageren. Als er gezegd wordt, je moet op de gelijke kansen voor, net zoals de MFC's zoals we die hebben, neem bijvoorbeeld in Siebekewald, straks hier in de Assendonk, dan is dat iets waar de VVD achter staat. Wij willen ook dat er gelijke kansen zijn. Maar denk erom. Die MFC's hebben een puur commerciële exploitatie. Dus daar hoef je ook niks te regelen, daar hoef je ook niet in bij te springen. Dat is natuurlijk wel een essentieel verschil. Als je dus echt iedereen gelijk wilt behandelen, dan moet je dus zeggen van luister eens, als u dat dan wilt, dan moet u het helemaal zelfstandig doen. Er komt geen cent van de gemeente in, er komt zeker geen subsidie. Laat staan €7500. Waar de kern nu al van uitgaat dat dat blijkbaar nodig is. Ik weet niet waar ze dat op baseren, maar dat is blijkbaar een bedrag waarvan zij ook denken van nou, dat heb je nodig om rond te komen. Dus daar zijn blijkbaar ook toch wel wat vraagtekens over de continuïteit. Maar nogmaals, ik wil best geloven dat dat onderzocht is en dat het college zegt van oké, we nemen dat financiële risico, dat moet dan maar, dat vinden wij geen punt om dat te laten onderzoeken, weegt wat ons betreft niet mee. Neemt niet weg dat we natuurlijk een aantal jaren geleden besloten hebben van hoe gaan we nu verder met de gemeenschapshuizen in Afferden, in Wellerlooi. En dat er toen gezegd is van die moeten op de een of andere manier zelfstandig aan de slag. Er is een groep in Wellerlooi geweest die heeft gezegd van wij gaan die uitdaging aan en we willen dat ook zelfstandig doen. En als dat niet lukt, dan lukt het niet. En dan hoor ik de wethouder nu zeggen van ja,
Enig risico moet je nemen en het kan best zijn dat het misgaat. Maar dan is de consequentie wel dat als het misgaat, ook dan de gemeente niet zegt van, nou geef het nu, dan gaan wij het nu wel doen, dan gaan we het overnemen. Want dan hangen we natuurlijk bij voorbaat al in de prijzen. Dan moet je ook consequenties zeggen van, als het straks misgaat, is het jammer. Dan wordt het gesloten, dan verkopen we het en dan zien we wel wat er verder mee gebeurt. En of je dan bereikt wat je eigenlijk, wil bereiken, dat vragen wij ons af. En nogmaals, we zijn begonnen als VVD om te zeggen, het is een prima initiatief. En als ik Kern hoor zeggen van ja, je moet geen verdeeldheid gaan zaaien, dan hebben wij juist, dacht ik, proberen aan te geven dat daar waar partijen het eens met elkaar geworden zijn, een convenant gesloten hebben en we alleen maar vragen om dat convenant ook daadwerkelijk een juridische basis te geven, dan zaai je geen verdeeldheid. Nee, dan leg je voor een lange tijd vast dat je daar met z'n allen op de juiste manier gebruik van kan maken. Dus ik zou andere partijen toch eens even vragen van, denk er dan nog eens even goed over na. Ik ben straks misschien aan de beurt, maar denk er nog even na. Of dat niet juist de samenhorigheid ten goede komt, omdat je met het hele dorp en alle partijen goede afspraken maakt. En dan voorkom je ook, en dat roep ik dan ook nog maar even, dan voorkom je ook dat er zodanig nog een partij zegt, welke partij dan ook, meneer Kamps, een partij zegt van ja, maar wij zijn het er toch niet mee eens. Wij gaan een procedure in, wat alleen nog eens een keer vertragend kan werken. Dat kun je voorkomen door nu te zeggen, horeca 2, dan heb je gedaan wat iedereen in het dorp samen is overeengekomen in een convenant. Geen verdeeldheid en heel vooruit en tempo maken met het geheel en aan de slag. Dus wat dat betreft blijven wij op het standpunt staan. Als er geen andere signaal, nee, dan daarmee op dit moment mogelijk bij interruptie nog een amendement. Mogelijk bij interruptie nog een amendement betekent wel dat u weet dat u daar dan heel weinig reactie op krijgt als u het nu niet indient. Zo zijn de spelregels. Dank u. Dan ga ik terug naar de heer Kamps. Ja, duidelijk dat de heer Pekema de VVD het Luxke een erg warm hart toedraagt. Dat is heel mooi. De gemeentelijke bijdrage. U bracht mij op het idee toen u al aan het vertellen was van, goh, tot eigenlijk het verdienmodel zoals het er ligt niet klopt. Dus ja, het eigenlijk op basis van uw aanname tot ik dit aangaf. En ja, als je het dan hebt over gemeenschapshuizen in Wellerlooi en Afferden, van ja, die zouden zelf bedruipend moeten zijn. Ja, dat is ooit eens een keer groepen in een vorig college. Ik weet niet wie daar toen verantwoordelijk wethouder voor was. Voorzitter. De heer Pekema. Bij interruptie, dank u wel. Voorzitter, ik heb het niet over een vorig college. Ik heb het gewoon over een raadsbesluit wat deze raad genomen heeft. En als ik precies wil weten, zat ik op dat moment niet in die raad. Maar Kern wel. Okay. Akkoord, dat heb ik bij deze gehoord. Nou, verder, afsluitend ja, moet ik zeggen van ja, wat de heer Straatman en de heer Valks ook aangeven. Van, ja, eigenlijk een initiatief geboren, ja, eigenlijk het voorbeeld van een participatie zoals die behoort te zijn van en voor de inwoners van Wellerlooi. En nou ja, naar alle respect voor de vrijwilligers van de stichting en de inwoners van Wellerlooi natuurlijk. En het is heel mooi dat dit voorstel op deze manier ook benaderd wordt door het college. Dank u wel, de heer Straatman. Nou, ik heb er aan al die discussies niet veel meer toe te voegen. Ik heb mijn woordje gezegd. Dank u wel, de heer Valks. Nog wat toe te voegen? Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook niet veel toe te voegen. Of de PK heeft daar niet veel aan toe te voegen. De Buiting heeft ook duidelijk uitgelegd dat het discussie horeca 1, 2 of 3 hier niet thuis hoort. Maar bij een horecavergunning. Dus als dat aan de orde is, er zijn op tijd. Dan moeten we het daar regelen. Dan kijk ik naar de wethouder, maar hem zijn eigenlijk geen vragen gesteld. Dus ik weet niet of hij nog een tweede woordvoering heeft. Ja, voorzitter, toch wel behoefte aan. In die zin dat er is inderdaad een convenant gestoten. Dat gaat alleen niet over de horeca op zichzelf, maar gaat ook over verdeling van activiteiten. En bij activiteiten hoort het bestemmingsplan met horeca 3 om ze te kunnen realiseren. En geen horeca 2, dat heb ik net al uitgelegd. Overigens, als de heer Pekema praat over subsidieverstrekking, wil ik erop wijzen dat wij vandaag niet praten over subsidieverlening, maar over een planologische afweging. Waarbij in ieder geval moet gekeken worden naar de exploitatie op lange termijn om wat zekerheden te ontlenen aan de continuïteit. Wat dat betreft hebben wij voldoende informatie gehad om daar positief op te oordelen.
En als we dan toch over subsidies praten, voorzitter, dan moeten we niet zeggen dat er op andere locaties zonder subsidies op basis van een professionele exploitatie zaken worden gedaan. Want bij mijn weten krijgt de Asseldonk jaarlijks 131.000 en de Klaproos en de Buun jaarlijks 24.000 en Wellerlooi het Luxke nul. Dus in die zin klopt de redenering niet helemaal. En dan praat ik nog niet over de kosten die voor gemeenschappelijke voorzieningen zijn gekomen bij de bouw van de faciliteiten. Dus wat dat betreft vertroebelt natuurlijk zo'n hele boekhouding. Want we hebben destijds gezegd bij de Buun en de Klaproos, we investeren zoveel miljoen. Dat is afgeschreven bij opening en dan drukt de financiële last niet op de exploitatie. En je zou kunnen zeggen dat het ook een vorm van een subsidiering is. Dus wat dat betreft durf ik de discussie wel met u aan. Ook in tweede termijn, voorzitter, verder geen enkele aanleiding om het voorstel te wijzigen. Dank u wel. Dan zijn we aan het einde van de tweede termijn gekomen en zouden wij tot besluitvorming overgaan. Ik heb geconstateerd dat ik 3 fracties gehoord heb die kunnen instemmen met het voorliggend voorstel. Zijn de PK, CDA en Kern. Alleen had ik graag van de VVD geweten of zij ook kunnen instemmen door het niet indienen van het amendement. Voorzitter, als stemverklaring, wij zijn heel blij met de initiatieven in Wellerlooi. Wij hopen dat het ook uiteindelijk allemaal zal lukken. Maar de discussie gevolgd hebben, kan de Raad zich ongetwijfeld snappen dat wij op dit moment tegen dit voorstel zijn. Niet vanwege het resultaat, maar wel vanwege de horeca. Dank u wel. Dan kunnen we constateren dat het voorstel 13 stemmen voor, 2 stemmen tegen is aangenomen.